Kordaat, het nieuwe bier van de Lidl. Voor alle kordate mannen van Nederland die beloond mogen worden omdat ze het huis van hun gezin als een kasteel verdedigen. Deze reclame deed veel stof opwaaien en werd als vrouw onvriendelijk bestempeld. Is het slim om zo'n reclame te maken? Of had het reclamebureau het toch beter anders aan kunnen pakken? Ik vind het op zich een hele goede reclame eigenlijk. De biermarkt is een hele lastige markt, hè, met een aantal hele grote merken die elkaar voortdurend beconcurreren. Heineken, Grolsch, Bavaria, Amstel. Dus het is heel lastig natuurlijk om in die markt een positie te verwerven met een nieuw merk bier. Dat betekent dus dat je van goede huizen moet komen, wil je zoiets voor elkaar krijgen. In dit geval gaat het om bier. Natuurlijk, meiden, dames, vrouwen drinken ook bier. Maar zijn niet primair de doelgroep van dit merk. En moet je dus een commercial maken, een bier in eerste instantie natuurlijk als product, hè, maar vervolgens ook een commercial maken die mannen aanspreekt. Het is een bier voor mannen. En dat willen ze in deze commercial ook heel duidelijk zeggen. Hè? Van stoere mannen, en dat met een knipoog natuurlijk. Want het zijn helemaal geen stoere kerels die je ziet. Het zijn allemaal een beetje, ja, soms wat watjes bij wijze van spreken. Maar daarmee juist met een knipoog, hè, voor stoere mannen, is dit bier bedoeld. Dus voor jou, weet je wel? Dus voor iedereen die zich daartoe aangesproken voelt. Ja, en vrouwen is nou eenmaal niet de doelgroep van dit merk. Maar wat vinden studenten op Windesheim nou eigenlijk van deze omstreden reclame? Voor de man die het huis van zijn gezin als een kasteel verdedigt en alle vijanden buiten houdt, die zijn kinderen het levenslicht laat zien en ze de wereld laat ontdekken. De man die met gevaar... Echt slim als marketing, dat je richt op één doelgroep, alleen op mannen. Waarbij mij lijkt van als je ook vrouwen erbij betrekt, dat je dan meer... Ja, vooral nu in deze tijd met de hele kwestie over genderneutraliteit en dat soort dingen. Ja, vrouwen drinken ook gewoon bier tegenwoordig. Dus ja, waarom niet vrouwen? Maar ik kan me herinneren dat Jupiler dat ook een keer heeft gedaan met mannen weten waarom, toch? Mm-hmm. Ja, waarom vrouwen niet dan? Maar ik stoor me niet aan deze reclame of zo. Ik denk van ja, ik vind het wel grappig. Het zit leuk in elkaar. Ik vind het leuk om naar te kijken. Moet wel om lachen. En ja, dat ze er geen vrouwen in betrekken, ja, weet je... Dat ik zelf weet. Ik heb niet zoiets van af, vind ik echt heel erg of zo. Maar ik snap wel dat mensen zoiets hebben van, hey, hoezo alleen mannen? Want het is toch ook iets wat vrouwen gewoon kunnen drinken. Dat snap ik wel, maar... Ja, ik voorspel wel een discussie in het land, ja. Denk ik. Ja, maar waarom? Onder leiding van die mensen van denken en zo en dat soort dingen, die alles anders willen. Ik vind het een leuke reclame. Ik kijk er graag naar, dat wel. Dat ook leuk. Ja, maar het heeft niet zo heel veel met de bier te maken. Nee, dat is waar. Maar bierreclames zijn sowieso wel heel vaak reclames die je onthoudt. Bijvoorbeeld van Grolsch, ja. Met dat ze op het ijs staan en mannen, het is dik genoeg. Dat weet je nog steeds. Ja, dat is vind ik gewoon leuk. En deze weet je over een paar jaar nog steeds ook. Dat iemand een potje met appelmoes openmaakt om zijn vrouw zijn leven te redden. Of de wifi aansluit, dat is grappig. Ja, ik vind het leuk. Amen.